het en dat allemaal. Ja, vroeger op schoolplek, daar was de vingers ermee in één, met de velp op. Ja, oh, nee. Dat bestaat nog steeds. Ja, dan koos je van die belkens van de rijden. Ja, ja dat klopt, daar ging het om. Op school draaiden we belkens van de velp om. Ja. Wat deden we vroeger nog meer op school? Kieken of de juffrouw het goed deed. Ja. En ondeugend zijn. En recht zitten, met de been die een. Echt hoor? Ja. Zo was het wel dat ik Brabander ben, hè? Maar ik woon ook in het Hoorn. En wat ziet je van elkaar? Echtpaar. Echtpaar? Kijk. Kijk. Ja, dat, ik niet. Dat heeft mij dus naar Torren gebracht, vanuit Brabant. En je ziet een echt toearts meertje. Ja. 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 Maar waarom heb je de ring niet om? Den verlezigen. Ja, anders verlies hem. Zij, kijk, ze is verlamd aan die kant en dan valt die ring af. En daarom zei dat ik verlamd ben, begaan leren kennen. Ja. Dus is dat wat ze zeggen van elk nadeel heb ze voordeel? Blijkbaar wel, ja. Want vertel eens. Nou, haar vader, die werkt bij de post. Ja. En mijn zwager, die werkt ook bij de post. Ja. En er was een feest van de personeelsvereniging. Ja. In Weert. Ja. En mijn moeder en mijn vader, die gingen babysitten in Stramprooi, want daar woonde mijn zwager toen met haar zuster. En toen gingen ze namelijk... Ik zou ze brengen, ja. Want dan ze moesten naar Weert toe. En dan komen mijn zwager en mijn zuster gewoon ook een neutje pakken. Kijk. En haar vader, zij was jarig. En dan moest ze op die dag ook mee naar die personeelsfeest. Omdat ze dus thuis werd het feest toch niet gehouden. Mm. Nou, en toen ging... Ik heb al dag, Fias. En toen ging haar... De indruk had ik al. Ja, en haar vader en moeder die gingen samen dansen. Ja. Mijn zuster en mijn zwager gingen ook samen dansen. Ja. Toen bleven wij zitten en ik gaf vroeger dansles op een dansschool in Eindhoven. En toen zei ze, nou, zullen wij samen ook kunnen dansen? Ja, maar ik heb dit. Ik zei, dat lossen we wel op. En wij zijn gaan dansen, we hebben elkaar nooit meer losgelaten. Ja, kies, door dat biezen, kid. Oh, door de velpom. Ja, de oude krom. Ja. Hey, maar, we zijn gaan dansen en we hebben elkaar nooit meer losgelaten. Nee. We zijn bij elkaar gebleven. Hè. We hebben verkering gekregen. Achter de vijzen uiteindelijk getrouwd dus. En hoe lang is dat geleden? 40 jaar. Nee, niet overdrijven. Dat we ons kennen. 40 jaar dat we elkaar kennen, maar 36 jaar dat we getrouwd zijn. Ja, maar 40 jaar geleden van de dansje. Ja. 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 Ja, en ben dat nog kennen. Ja. Doe dat naar een snor. Geweldig. Ja. Wat een... God, dit kreeg ik niet meer uit de kop. We zien gewoon dansen en we hebben elkaar nooit meer losgelaten. Ja, en ik ging kienen. Mm-hmm. En dan keek ze naar de tafel, naar dat kaartje en die nummertjes. Ja. Maar ik keek maar naar dat nummertje wat voor mij zo. Nee, dat was ik dus. dat was nooit dansen. Ja. Het kienen. Ja, en de hoofdpries. De hoofdpries. Ja, en dat vind je nog steeds? Oh, al dag. Ah, jong. Ja. Dan heb je de afgelopen 40 jaar heb je lief en leed gedeeld. Ja. Maar ja. Meer lief dan leed. Oh, dat is belangrijk. Ja. Dat is belangrijk. Maar ja, altijd blij zijn. En dan god je samen, god je op een goede vriendig. Ja. Dan pak je ook op en dan goed je ergens lekker gaat eten. Ja. 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 Oh, nee, niet alleen hier, maar overal. We hebben heel veel adresjes. En dan gaan jullie lekker bonjouren. Ja, zeker. Ja. Iedere dag zeg ik morgen gewoon een glijne. En we hebben beloofd eerlijk alles te delen. Ik maak alles voel en hij gaat alles afwassen. Ah, op de fiets. Kijk, en daarom niet om mij te helpen, maar om van de afwas te komen. Ja. Daarom gaat er mij dan trakteren. Kijk, zo bekijkt er zich dat. Oh, dat is het wisselgeld? Ja. Ah, oké. Ja, de zakker alles. Ja. Handig. Ja. Ja. Uit welke contreien van Brabant komt deze meneer? Ik kom oorspronkelijk uit Hilvarenbeek. De Beekse Bergen. Ja, ja. Is dat bekend? Ja, nou toevallig. Ja, dat is toevallig weer in een tijger en een ganaai of zoiets. Ja,
Ja, dat was weer kermis. Ja, toevallig hebben we straks nog de beelden gezien, hè, van ja. Die mevrouw met het kindje op Fransen horen het. Ja. Die mende wel even een tijgertje of een leeuw te moeten gaan aaien. Ja, een foto te gaan maken, af en toe. Ja. Maar daar ben ik van afkomstig, en zij van Torren. Maar ik heb jarenlang in Eindhoven gewoond, omdat mijn vader was beroepsmilitair. Ik ben ook beroepsmilitair geweest. Ik heb mijn opleiding in Weert gehad. Dus, En dan zat hij in Oorschot op de... Eerst in Oorschot en later de stoottroepen in Ermelo. Oh, dat was dan een stuk lastiger als je in Eindhoven woonde, Ermelo. Nee. Gewoon de trein opstappen en gaan. Hè. Maar ja, gewoon naast volgen. Oppakken en gewoon. Naar wie gisteren. Maar toen ken ik haar nog niet, dus toen kon ik nog gemakkelijk gaan. Heb je kinder? Nee. Ja, maar genoeg. Maar ja. Nee. Zij heeft epilepsie en door de medicijnen zouden wij ongelukkige kinderen krijgen. Dus, maar ja, niet de verkalen. Maar daarom hebben we er van afgezien. Ja. En dan hebben we het zo gedeeld. Ja. En hebben we meer te delen. We hebben meer tijd voor elkaar. Zit je altijd zo positief? Jazeker, waarom niet? En goed lachs. Ja, dat merk ik. Ook al weinig weet waarom. Maar ja. Dat heb je altijd gehad? Ja. Ja. En die verlamming heb je ook altijd gehad? Nee. Ja, sinds ik wil me net maken voor de jongens. Ik ga pijn aan de rug. Ja. En hij in een kronkel in de rug. En ging ik naar een dokter. En hij zei, gewoon foto's maken in Nijmegen. En daar gingen we. Foto's gemaakt. De camera was nog heel. We gingen naar huis. De band kapot gesprongen en dan vlogen we tegen een boom. En van de ene kant van de weg naar de andere kantje van de weg tegen een boom. Met een auto? En toen was ik 3 weken in een coma. En links slaan. Ah. En dankzij dat allemaal heb ik hem niet leren kunnen. En heb ik er genoeg gezien. Okay. Door dat ongeval heb ik geluk. Maar er zit heel veel humor tussen ook, hè? Ja, we lachen wel af. Ook al weten we dit waarom. We hebben al nacht, yes. Ja, dat, veel mensen zeggen dat, maar volgens mij is het bij jou ook echt zo, hè? Ja, waarom niet? Ja, hoeft niet altijd schatje en poesje te zeggen, maar... Nee, we hoeven niet al die bijnamen, die hoeven niet allemaal te weten. Maar het is, ja, en ja. Maar ook die, dan heb je 3 weken in coma gelegen. Ja. En, Iedereen kwam ik opzoeken. En daarna was ze bijgekomen in het ziekenhuis van Venlo, lag ze toen. En toen ze bij was gekomen, toen ging ze dus naar het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Maar ja, ik was op één aan het wachten. Iedereen kwam ik opzoeken. En ik mis je mijn vader en hij voelde zich schuldig. Die zat achter het stuur? Ja. Die zat achter het stuur, ja. En toen zag mam, ga eens kijken naar Yvonne. En hij komt en ik kom wie. Ik was gewoon op tijd aan het wachten. Ik wil hem weer pakken. Oh. Ja, en zo ben ik altijd... We blijven gewoon positief. Zo heb ze het te doen. Ja, en zo werd ze ook wat ze meug van meurs. Want pap heeft dat natuurlijk ook niet met opzet gedaan. Nee. Ja, nee. Maar... Nee, hij is gewoon een band gesprongen en van boom naar boom gegaan. En toch voelde hij zich schuldig. Ondanks dat hij wist dat er niks aan kon doen. Ja, kijk. Hij zat aan het stuur van die wagen. En, je voelt je verantwoordelijk. Ja. Voelde verantwoordelijk, ja. En ik kende haar toen ook nog niet, toen het gebeurde. Ik heb haar na de hand leren kennen met die verlamming. Ja. En, dankzij dat hebben wij ons leren kennen. Juist. En ik zeg maar zo, of dat je nou een man of vrouw bent, als je gehandicapt bent, ieder doet op zijn of haar manier en in zijn of haar tempo. Mm. Het zijn normale mensen. En zo denk ik erover. Ja. Want... We hebben het 40 jaar al volgehouden dus. Ja. Maar heeft u nooit het gevoel gehad van, ik voel me belemmerd? Nee. Omdat u, u moet zich denk ik soms ook een beetje in de tempo aanpassen. Of sommige dingen die dan, die je wel wil doen, die niet kunnen. Ja, ik moet wel in tempo aanpassen en voor haar sommige dingen bijspringen.
Maar het is tot nu toe ons altijd nog gelukt. Het zal blijven lukken. Dan wordt er tenminste tot, mug. Ja, op onze... Zo krijg ik een mug. Ja. Ja. Maar, en wanneer moet jij... mug ik dicht zeggen? Maar ja, zeker. Yvonne, wanneer moest ik tegen aan hem aanpassen? Even afgezien van de afwas. Iedere dag. Iedere dag. Maar ja. Op ieder putje pas een dekseltje. Zo is dat. Zo is maar net. Dat doen we. Zo denken we altijd. En we blijven en passen totdat het te gooien is. Ja. Totdat het putje springt. Ja. En zo door van alles te hebben gehad, ben ik mijn ring soms verloren in huis. Ben je hem echt kwijt? Nee. Nee. Ik heb hem opgeborgen. Dus kijk, zij kan de ring, net wat ze zegt, valt hij af. En dan een paar keer teruggevonden. En voor de zekerheid hebben we hem maar ergens veilig neergelegd. Ja, ik draag hem en zij dus niet om die reden. Ja, en zo probeer ik weer eens met hem te trouwen. Kijk. Oh ja? Ja, want we zijn al zo had ik een jubileum genooien. 12,5 jaar en zo. 25 jaar. Ja. En dan dag waarschijnlijk als het hem blijft, 40 jaar. Hmm. En zo probeer ik nog maar eens hem aan te laten schuiven. Hmm. Ja, ik weet wel wat ik hem vroeg. Ben er zuinig op? Leed er ergens in de kluis of op een... Op een veilige plek. Op een veilige plek. Een veilige plek. In huis. In huis. Ergens. Ik kan ze hem altijd pakken en bekijken. Dan is het toch het gevoel van, ik ben getrouwd. Hè? Ja, anders dan raak ze dat misschien kwijt. Ja, de rink. Toch? De rink. Ja. Maar het gevoel niet. Het gevoel niet. Je hebt elkaar nog altijd stevig vast. Ja. Ja, op het ogenblik niet. Maar... En tot slot, ja, maar symbolisch gezien. En tot slot, dans je nog wel eens? Nee, dat gaat moeilijk met haar, want ze heeft speciaal schoeisel aan. Jawel. Beetje slow motion dansen. Ja, dat wel, ja. Zo.